Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag 12 augustus. En vandaag ga ik mijn dag laten bepalen door jullie. Dus ja, laten we snel beginnen. Nou mensen, de eerste poll heb ik gemaakt. En daar staat, hoe moet Ben wakker maken? Dus die ga ik nu even plaatsen. Zo, delen. Is gedeeld en nu is het even 10 minuutjes wachten voordat ik weet wat we kunnen doen. Dus we zien jullie zo terug. Nou, ik heb ondertussen ook al neergezet welke outfit ik aan moet. Ik wil het niet scherp stellen, maar want anders moet ik weer zo lang wachten voordat ik me kan aankleden. En ik dacht, als jullie toch aan het stemmen zijn, dan kunnen jullie gelijk doorstemmen. Wow, licht. En ik ga zo meteen een poll maken over mijn haar, denk ik. Want het lijkt me wel handig als ik daar iets mee ga doen vandaag. Maar eerst zo meteen Pietje wakker maken. Nou mensen, we zijn dus ondertussen 12 minuten verder. En ik moet Ben gaan wakker maken door op hem te gaan zitten. Ik had erin gezet of een glas water voor hem heen gooien of op hem zitten. En 71% zegt op hem zitten. Dus. Zoals jullie zien, hij ligt daar. Dus we gaan hem even op hem zitten. Akra wordt er. Wakker wordt er. Wakker wordt er. Wakker wordt er. Ja. Je moet wel wakker worden. Nu? Anders pak ik alsnog een glas water. Wel niet. Wat? Je ga je spijt van krijgen. Oh, hier ga ik spijt van krijgen. Oké. Word nou wakker. Nee, geen water. Oeh. Au. Goedemorgen. Ben je nog zo moe? Mensen, hij is wakker. Mag ik nog verder slapen, ja of nee? Nee. Doe maar ja. Nee. Opstaan, opstaan. Ja, wil je dan van me afgaan? Opstaan. Alsjeblieft. Ja. Mensen, zoals jullie kunnen zien. Ogen open. Hij is wakker. En nu ga ik kijken welke outfit ik aan moet. Ja, heerlijk kijken welke outfit je aan doet. Nee. Ik ga ook een outfit voor jou maken en dan mogen ze ook stemmen. En dan ga jij eruit. Ja. En nu ga je zitten, want anders slaap je weer. Nee hoor, gebeurt niet. Ben. Gebeurt niet. Ben. Gebeurt niet, geloof me nou maar. Nou mensen, ik zie jullie zo als ik mijn outfit aandoe. Mensen. Het zijn nu 10 minuten voorbij voor mijn outfit. En ik vind deze keuze een beetje jammer. Kijk, ik had een lichte broek. Met scheuren bij de knieën. Met dit shirt. Paris. En ik had dit shirt. En een donkere broek. Zonder scheuren. En ik moet van jullie de donkere broek aan. Met dat shirt. Want er is 80% gestemd op outfit 2. Dus dan doen we die maar aan. Alles voor jullie. En Ben, wakker blijven. Ja, ik ben nog. Ga twee outfits pakken? Nee, dat moet jij doen. Nee? Nee. Oké, nou mensen, ik ga me even aankleden en een outfit voor Ben zoeken. En dan mogen jullie weer stemmen op zijn outfit. Doe wel.
Ondertussen heb ik hier twee outfits voor Ben liggen. Eentje met een lange broek en eentje met een korte broek. Het kan op zich allebei, maar Ben hoopt echt een korte broek. Dus mensen, red hem. En ik heb dat al in mijn Instagram post story ding geplaatst. Dus nu is het nog even wachten op de totale stemmen. Ben? Hm? Wat hoop je voor outfit? Die korte broek. Korte broek hoopt hij. We gaan het zo zien. Nou mensen, ik heb mijn outfit aan. Ik moet alleen nog schoenen aan. Maar dan ga ik straks aan jullie vragen welke ik daarvoor aan moet doen. Ik heb mijn haar vastgekamd. Ik ga zo meteen ook aan jullie vragen of ik het vast moet doen of los moet laten. En ja, dan gaan we nu naar beneden voor het ontbijt / middageten. Ondertussen heb ik ook alweer een poll aangemaakt over wat wij moeten eten. Yoghurt of tosti. En yoghurt. Ben wil heel graag yoghurt eten, maar ik wil heel graag tosti eten. Dus dat wordt nog eens wat. Maar anders kunnen we wel één keer smokkelen misschien. Dat je gewoon een tosti eet en een beetje yoghurt. Kan ook nog. En ik word helemaal ondergelikt door een kat. Nee, dat is mijn taart. Eeuw, witje. Hé, eet je zwarte kat, witje. Dit is Witje. Nou, hij houdt van kusjes geven. En Ben. Ja? Ga staan. Nou, nog niet eens. Maar mensen, Ben is heel blij, want die mocht zijn korte broek aan. Dus wat zeg je dan? Dank jullie wel. Duimpie. Omhoog. Nee, je moet wel zo doen. Omhoog. Mensen, het is... Witje, hou eens op. Klaar? Goed zo. Het is dus tosti geworden. Ik ga dus even tosti maken. Ben, zijn tosti is alvast klaar. Niet filmen, dat is mijn eten. Ze gaan eerst niet je eten opeten hoor. Eet smakelijk. Nou, niet zo serieus hoofd. Eet smakelijk, zeg je dan. Dankjewel. Doei. Wat vind jij nou hiervan? Ja, geweldig. Ik vind het ook leuk, ja? Ja, oké. Okay, doe nou. Even een blauwe kat omhoog. Ga weg! Nou mensen... Cindy kan geen tosti maken. Wil jij even je mond houden? Die van jou is wel gelukt. Er zit een gat in mijn tosti. Kijk. Hier zo. Hij bleef hangen in de tosti. Wil je wat drinken? Ja, graag. Wat doen? Water. Dat maak ik aan. Water genoeg. Maar de eerste tosti is bij mij dus wel gelukt. En... Net als de eerste kind. Die mislukte ook erbij. Jij dus? Ja, vandaar dat. Dat wist ik toch. Maar ja, mijn tweede tosti is dus mislukt. Maar ja, het gaat toch niet heel je maag. Dus we gaan nu gezellig tosti eten. Ze zit er heel erg mee, hoor. Ja.
Kijk, je kan nou wel maar dat water erin zetten. Doe normaal. Pardon? Doe normaal. Eet smakelijk. Skrrr. Eet smakelijk. Oh. Eet smakelijk, hè? We zijn ondertussen alweer eventjes verder en ik had dus een poll gemaakt of we naar mijn moeder moesten. En meer dan de helft zegt dus dat we naar mijn moeder moeten, maar ik had nog niet gevraagd of ze thuis was. Dus ik heb haar nu een appje gestuurd, maar daar heeft ze nog niet op gereageerd. Dus wij gaan zo meteen gewoon even langs rijden om te kijken of ze thuis is. Ga je mee? Oh ja, en van jullie moet ik mijn haar vast doen. Dat doe ik in de auto. Want ja, daar ligt mijn haarborstel. Ze moet haar vast. Yes. Mijn droom komt uit. Ja, grappig. Maar hoe dan ook, wij gaan even hier alles opruimen. Wij. Ja, wij ja. En daarna gaan we even langs met rijden om te kijken of ze thuis is. Wij zitten nu in de auto onderweg naar mijn moeder en ik probeerde mijn haar te kammen, mijn haar vast te maken in de auto. Maar daar ging ik niet zo goed in, dus mijn haar ga ik vastmaken bij mijn moeder. Ik heb net een appje gehad dat ze nu nog thuis zijn, maar dat ze zo weggaan. Dus we zijn snel onderweg. We zijn er bijna. Nou ja, bijna. 5 minuutjes, 10 minuutjes. Maar, ja. Party! Moepie. Ondertussen heb ik dus mijn haar vast. Want ja, dat moest ook van jullie. Wat moet je? En ben ik bij mijn ouders. Moet je een knal? Ja, kom maar. Ik leg en nu gaan we onze vogel verschonen. Nou ja, de kooi. Dus. Wij zijn terug van het strand, van de wandeling. En ik zit hier met Harry. Kussie. En wel kussie. Kussie. Niet doen, ik werd nat. Maar... Ben, niet over mijn voeten. Ik ben niet mij nat te maken. Maar wij hebben dus net een lekkere strandwandeling gehad. We hebben een ijsje gehaald. En we zijn erachter gekomen dat we vanavond met Lars en Eline moeten afspreken. Dus ik heb ze geappt om te vragen of ze met ons willen afspreken. Dat willen ze wel. We moeten alleen nog even kijken wat we gaan doen. En op de achtergrond zie je Ben zijn bramenplant drinken geven. En zijn mooie onderbroek. Hoi. Een moppie. En Harry. Hm? Harry. Zo, dan kan ik jullie neerzetten. Maar ik weet nog niet wat we vanavond gaan doen. Ik weet wel dat we biefstuk gaan eten. Yummy, yummy. Met zelfgemaakte patatjes. Ga je me nou in de steek laten, Harry? Hij gaat gewoon weg. Nu ben ik alleen.
Tot straks. De meeste van jullie hadden gestemd op het bad, dus bij deze, ik zit in bad. Dit is een hap vis en je doet zo hap, hap. Wij zijn bij de benzinepomp en daar hebben we afgesproken met Eline en Lars. En we weten nog niet wat we gaan doen, want we hebben niet echt veel inspiratie ofzo. Maar het is nu nog eventjes wachten op Eline en Lars, want wij zijn een beetje vroeg. En het is nog druk op de weg. Dus ja, zometeen zien jullie Eline en Lars, want daar hadden jullie voor gestemd. Want echt, volgens mij 97% of zo, 93%, had gestemd op afspreken met Eline en Lars. Dus ja, dan doen we dat. Nou mensen, we zijn een half uur verder, denk ik. Maar we weten eindelijk wat we gaan doen. Wat gaan we doen? Boven. We gaan midget golf, toch? Ja. Of gewoon golf? Nee, midget golf. Wij gaan midget golf, midget golf, midget golf. Oké, okay. Mensen, wij moesten van jullie... Nou, we moesten niet. Ja. Wij mochten van jullie midget golfen. Ja, zo leuk. Dus wij zijn aan het midget golfen. Ja. Nou niet zo'n radio olifant. Okay. Zeg groot. Hij is inmiddels stil. Kijk, nu is Ben. Oh, zee. Ja, zie jij dat nog maar staan? Bijna hole in 2. Ja! 2! Lars, wat was je aan het doen? Wow. Ja, ga maar. Allemaal bukken, 1, 2. Hij moet daarin, hè? Oh, toch wel. Dat nam je net wel. Gaat me toch, niet lukken, hè? 1. Nee, hè? Zo. Hey! Jij moet zo meteen nog, hè, zwijn? Zwijn? Hangbuikzwijn! Hangbuikzwijn! Komt hij terug? Ja, hij staat. Hij ziet in die buis hangen. Je hield hem tegen, dat mag niet. Je speelt vals. Je speelt vals. Vijf. Niet inzoomen, hè? Nee, dat is al gebeurd. Uitzoomen. Hij is niet hard. Eén. Eén. Ik heb witte schoenen aan. Twee. Oh. 3. Hm? Ja! 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 Oh. Ah. Ah. Wat nog was meer? Doe dat nou niet. Oh. 3. Ik gooi me er één voor je. Lars, serieus, jij krijgt hem er niet doorheen? Lars, hij ligt doorheen in de zee. Heel goed, Lars. Ja, Ben! Ben, ga aan de kant, Larsjes. Bal in mijn ballen. Lekker. Word wel agressief. Word je agressief? Ik word agressief van gaten. Ja. Hoeveel was dat, Lars? Geen idee. Ik ben mensen, als je deze baan hem in één keer had, krijg je een vrijkaartje. En ik had hem in één keer. En ik vind het heel erg voor Eline, want die had hem in 2 keer. Maar die krijgt dus geen vrijkaartje. Die is nu best wel een keer een halve bal. Maar ik had hem in één keer, dus ik heb een vrijkaartje. Dus we kunnen nog een keer. Kijk, als je hem hier ingooit, in dit gaatje, komt hij daar bij die man in het huisje. En dan... Weet hij dat je hem in één keer hebt, dus... Nee, hij moet hem niet uit het kastje halen. Kijk, hier zit ja. En dan weet hij dat je hem in één keer hebt en dan is hij blij. Je belt hij al. Mensen, ik heb dan wel een vrijkaartje, maar ik heb dus wel alweer verloren met midget golf. Eline is tweede. Lars is derde. Yeah. En... Ben is eerste en heeft een vrijkaartje, dus dubbel dubbel. En ik heb ook een vrijkaartje. Kijk. Ik doe mijn vrijkaartje achter mijn telefoon. Hier, doe mij een drop op weg. Dus we gaan sowieso nog een keer. Ja. Ik heb zojuist een nieuwe poll aangemaakt om te vragen wat we moeten doen. Of niks, of naar de McDonald's. Dus ik hoop dat jullie stemmen op de McDonald's, want ik heb best wel vertrek en dorst. En
En ik heb zin in een ijsje, want ik moet dik worden. Huh? Maar en Ben heeft zin in een ijsje. En Eline en Lars die hebben ook zin in een ijsje. Ja, kijk, dus... weet je waar die zijn? Ik zal het laten zien. Die zijn daar. Kunnen jullie, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daar rijden hun. Ik ga wel even zijn kenteken afhalen. Als Lars dat wil. Maar ik houd jullie stem op de Mac. Mensen, we zijn bij de McDonald's en ik heb een Happy Meal. En een mooie bril.